is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. De boswandeling. Vandaag rijdt de familie Big naar een natuurgebied. Papa, wat is er te zien in het natuurgebied? Allemaal vogels en bomen en bloemen en bijtjes. Dinosaurus. Nee, George. Ik denk niet dat we dinosaurussen gaan zien. Hier begint het grote bospad. We zijn er! Hoera! Papa Big, vergeet je de picknick niet? Maar natuurlijk niet. Papa, hoe weten we welke kant we op moeten? Luister, op de kaart staat dat er een bord bij het begin van het bospad staat. Hier. Mooi werk, papa Big. Oh nee, papa Big vergeet de picknick. Peppa, vertel eens wat je voor interessant ziet. Alleen bomen en bomen en nog meer saaie bomen. Peppa, je kijkt vast niet goed genoeg. Oké, dan kijk ik nu heel erg goed en ik zie nog steeds helemaal niks. Oh, wat is dat? Peppa heeft pootafdrukken gevonden. Van wie zijn die pootafdrukken? Dinosaurus. Oh, George. Dat zijn geen dinosaurusafdrukken. Laten we ze maar volgen. Dan zien we wie ze gemaakt heeft. Ja! Shh, we moeten wel heel erg stil zijn, zodat we geen dieren wegjagen. Ja, mama. George. Shh. Peppa en George volgen de pootafdrukken. Kijk! Die pootafdrukken zijn van een kleine vogel. Hij is de boom ingevlogen. Waar? Hier, Peppa. Kijk maar door de verrekijker. Door de verrekijker lijkt alles groter. Ik zie nu 1, 2, 3 babyvogeltjes. Ah, wat zouden ze nou eten? Ze eten wormen. Dat is vies, zeg. George heeft meer pootafdrukken gevonden. Oeh, dat zijn hele kleine pootjes. Die pootafdrukken worden gemaakt door de mieren die blaadjes verzamelen om te eten. Eten ze dan groene salade als lunch? Ja. Over lunch gesproken, laten we gaan picknicken. Oh, de picknick. Papa Big, heb jij de picknick nou in de auto laten staan? Ja, maar dat is toch niet zo erg. We gaan snel terug naar de auto om te eten. Maar waar staat de auto eigenlijk? Dat staat vast op de kaart. Hierheen. Oef, waar komt die boom vandaan? Die staat niet op de kaart. Oh, papa Big, we zijn verdwaald, nietwaar? Ja. Maar hoe vinden we onze lieve auto dan terug? George heeft nog meer afdrukken gevonden. Wat een grote voetafdrukken. Dinosaurus. Dat is interessant. Wat? Heeft George dan nu echte dinosaurussporen gevonden? Nee, dit hier zijn onze afdrukken. En als we onze eigen afdrukken volgen, dan komen we vanzelf terug bij onze auto. En bij onze picknick. Hoera! Niets houdt ons nog tegen om onze auto terug te vinden. En onze picknick. Oh, dat had ik dus niet verwacht. Gelukkig heb ik de paraplu meegenomen. De regen spoelt de voetafdrukken weg. Hoe gaan we nu onze auto terugvinden? En onze picknick. Daar zijn de eendjes. Die zijn altijd bij onze picknicks. Sorry, mevrouw Eend. Deze keer hebben we geen picknick. We kunnen hem niet vinden. Wacht eens. Mevrouw Eend, wilt u misschien helpen onze picknick te vinden? Gevonden! Hoera! Dank u, mevrouw Eend. Ik ben dol op boswandelingen. Ja, en ik ben dol op picknicken. De eendjes zijn er ook dol op. En de kleine vogeltjes hier ook. En de mieren zo te zien ook. Iedereen is dol picknicken. De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas. Kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin?
Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera! Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mejuffrouw Peppa Pig. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor, papa. Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour! Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo! Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférez? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alles is zo anders in het Frans, papa. Allee, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op en neer springen in modderpoelen. J'adore op en neer springen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op en neer springen in modderpoelen. Het lange gras. Peppa en George spelen in de tuin. Oh! Het gras is al een tijdje niet gemaaid. Daardoor is het erg lang geworden. Kom mee, George! George! Waar ben je? Ik kan je niet zien. George, ik ga je pakken. Peppa en George kunnen elkaar niet zien. Peppa en George zijn dol op spelen in het lange gras.
Papa Big gaat buiten zijn krantje lezen. Ah, wat een mooie dag om helemaal niks te doen. Papa Big is dol op niks doen. Oh, alle biggen, papa Big, onze tuin is wel een beetje verwilderd. Wat bedoel je, mama Big? Het gras, dat moet gemaaid worden. Oh, ik vind het juist leuk. Ik hou wel van een wilde tuin. Mama, papa, kom ook spelen in het lange gras. Dat is leuk. Oké, dan gaan we lekker spelen met de stippenbal. Oh, waar is hij nou? De bal is in het lange gras verdwenen. Nu vinden we hem nooit meer terug. Misschien moet ik het gras toch maar maaien. Ja, papa Big. Ik pak de grasmaaier. Ik weet zeker dat hij hier ergens staat. Ah, hier is hij. Papa Big heeft de grasmaaier gevonden. Hij is wel een beetje roestig. Onzin. Dat beetje gras is zo gemaaid. Hij is inderdaad een beetje roestig. Misschien moet ik opa Big even vragen of we zijn grasmaaier kunnen lenen. Dat is helemaal niet nodig. Ik moet gewoon een beetje harder duwen. De grasmaaier van papa Big doet het niet zo best. Oh, weet je wat? We bellen opa. Hallo, met opa Big spreekt u. Hallo, opa Big. Kunt u ons misschien helpen met het gras te maaien? Oh, haha, zeker wel. Ik kom er nu meteen aan. Dag. Dit is een mooie klus voor Betsy. Opa Big rijdt op zijn grasmaaimachine naar het huis van Peppa. Opa Big! Opa Big! Hallo allemaal! Moet hier soms wat gras gemaaid worden? Ja, het is een beetje te lang voor mijn grasmaaier. Geen probleem hoor, Betsy is er in een oogwenk mee klaar. Noem jij je grasmaaier Betsy? Jazeker, zo heet ze. Hallo, Betsy. Opa, mogen we met Betsy mee? Natuurlijk wel. Klim aan boord. Ai, ai, kapitein opa. Dit gras is in een handomdraai gemaaid. Hou je vast, daar gaan we. Betsy is erg goed in grasmaaien. Dit is leuk! Zo, en klaar. Opa, dat stukje moet nog. Inderdaad. Wat is dit? Oh, de stippenbal. Bedankt voor het vinden van de bal, opa Big. En bedankt voor het grasmaaien. Grasmaaien is makkelijk. Met Betsy. Nu kunnen we met de stippenbal spelen. Komt-ie, papa. Op het korte gras kan de bal goed stuiteren. Komt-ie, George. Papa, ik. Ho, vangen! De koekoeksklok. Het is vroeg in de morgen. Papa en mama Big zijn nog diep in slaap. Wakker worden, papa en mama. Wat? Het is tijd om op te staan. Het is echt nog veel te vroeg. Weet je niet hoe laat het is, Peppa? Nee, papa. Onze klok doet het niet. Oké, dan gaan we die maar eens maken. Ah, de oude koekoeksklok. Waarom heet dat een koekoeksklok? Omdat er een houten vogeltje in zit en dat heet een koekoek. Ik heb die koekoek nog nooit gezien. Dat komt omdat we de klok al heel lang niet meer opwinden. De koekoek werkte op mijn zenuwen. Oh, maar mogen we hem nu weer opwinden? Vooruit maar. Papa Big wint de koekoeksklok op. Klaar. En zet de wijzers op de goede tijd. Het is bijna 9:00. Papa, mogen we nu de koekoek zien?
Ja hoor, hij komt zo tevoorschijn. En hoe ziet hij eruit, papa? Eventjes nadenken. Hij beweegt zijn kopje, zo dus. En hij fladdert ook nog met zijn vleugels. En hij roept... Koekoek! Koekoek! Wat een lawaaiige kleine koekoek ben jij, George. Koekoek! Kijk, hij gaat nu vast bewegen. Wauw! Gekke George, je hebt de koekoek gemist. De koekoek was helemaal te gek, hoor. Hij deed koekoek en jij zag het niet. Maakt niet uit, George. De koekoek komt straks echt weer terug. Maar je moet even wachten. De koekoek komt maar 1 keer per uur. Wachten is zo saai. Kom mee, George. Dan gaan we buiten spelen. Maar George wil niet buiten spelen. Hij wil de koekoek zien. Het is nu bijna 10 uur. George heeft al bijna een heel uur op de koekoek staan wachten. George, kom je spelen? Meneertje Dinosaurus wil ook graag dat je komt. Grrr. Grrr, dinosaurus. Nu heeft George de koekoek alweer gemist. Het maakt niet uit, George. Ga maar fijn in de tuin spelen. Ik roep je als het tijd is voor de koekoek. Vang me, George! Het is al bijna 11 uur. Papa, George! Tijd voor de koekoek. Kom, George. Anders mis je de koekoek alweer. Oh. George rent zo hard als zijn kleine beentjes maar kunnen. George, heb je de koekoek gezien? Koekoek, koekoek. Koekoek. Peppa en George zijn dol op koekoekjes spelen. Koekoek. Koekoek. Het is bedtijd. Koekoek. Peppa en George zijn behoorlijk slaperig. Koekoek. Is het nu alweer ochtend? Nee, het is bedtijd. Koekoek ziet er niet goed uit. Ze moet nu snel gaan slapen, net als jij en George. Wel te rusten. Te rusten, mijn kleine biggetjes. George, ik weet hoe we koekoek kunnen beter maken. Gewoon opwinden, dat weet papa ook. Papa en mama Big zijn diep in slaap. Wat? Mama, papa, we moeten jullie even iets laten zien. We hebben koekoek beter gemaakt. Dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk.
Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van? We komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Suzy, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie! Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klim er maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes Henkie Hond. Suzie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Het fietstochtje. Het is een prachtige zonnige dag. Peppa en George zitten aan het ontbijt. Vandaag is een mooie dag voor een fietstochtje. Een fietstochtje! Jippie! Peppa en George zijn dol op fietstochtjes. Peppa heeft haar eigen fiets. George heeft zijn driewielen. En papa en mama hebben hun tandem. Wat is dat? Dit is onze fiets. Ik zit hier voorop en mama Big zit achterop. En deze twee stoeltjes gaan weer achter mij, voor Peppa en George. Maar we willen graag op onze eigen fietsen rijden. George is nog een beetje te klein. Daar worden zijn beentjes heel moe van. Maar ik ben een grote meid. Ik word niet moe, hoor. Het wordt wel een lange fietstocht, Peppa. Weet je het zeker? Ja, papa. Ik weet het zeker. Oké. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Wig. Nou, dan gaan we. Wee! Ik ga winnen! Het is geen wedstrijd, Peppa. Het is gewoon een gezellig fietstochtje. Ja, papa. Maar ik ga toch lekker winnen. Nu gaan wij winnen. Ik vind de heuvel op fietsen niet zo leuk. Peppa, wij hebben gewonnen. Dat is niet waar, papa. Want ik deed er net geen wedstrijdje meer. Maar nu dus wel. Mij krijg je toch niet. Jij klein schobbejakje. Hallo eendjes. We maken een fietstochtje. Hallo eendjes. Ah,
Ik was bijna vergeten hoe dol ik op fietsen ben. En ook hoe vervelend ik het vind om de heuvel op te gaan. De weg gaat hier steil omhoog. Ik vind de heuvel fietsen niet leuk. Maar kijk wat een prachtig uitzicht. Alle biggen. Dit valt niet mee. Mama Big, je trapt helemaal niet. Oh, sorry papa Big. Ik zat van het uitzicht te genieten. De hele familie Big is naar de top van de heuvel gefietst. En daar staan alle vrienden van Peppa. Hallo Peppa. Hallo. We houden vandaag een wedstrijd op de fiets. Peppa, wil je misschien ook meedoen? Oké, zolang we van de heuvel afgaan. Dat is goed. Peppa en haar vrienden houden een wedstrijd naar beneden rijden. Zijn jullie er klaar voor? Klaar! Jullie gaan van start als ik met de toeter toeter. Zo dus. Pedro gaat te vlug van start. Stop, Pedro. De wedstrijd is nog niet begonnen. Sorry, meneer Pig. Ik wilde alleen laten horen dat de toeter ongeveer zo klinkt. Stop! Stop! Sorry, Pedro. Dat was geloof ik mijn schuld. De volgende keer als ik met de toeter toeter, mogen jullie gaan. Zei hij nou, gaan? Volgens mij wel. Gaan! Ga dan, Peppa. Maar papa, je toeterde niet met de toeter. Henkie Hond gaat aan de leiding. Wacht op mij! Wee! Gewonnen! Ik ben heel erg goed in de heuvel affietsen. Peppa's vrienden moeten weer naar huis toe. Tot ziens, Peppa! Dag! Wij gaan ook naar huis toe, Peppa. Mama, ik ben heel moe. Al dat gefiets heuvel op en af heeft mijn benen moe gemaakt. Mag ik bij jullie op de fiets? Maar waar moet papa Big dan zitten? Papa mag wel op mijn fiets rijden. Hij zit lekker, hoor. Oh, oké. Ik vind de tandem leuk. Papa, vind je mijn fiets leuk? Ja, Peppa. Hij zit lekker, hoor.